Wel, ik ben zeer tevreden. Het was een zeer goede, positieve bijeenkomst tussen de liberale mandatarissen uit de Vlaamse Ardennen en uit de Pays de Colline. Het is voor de eerste keer dat dat gebeurt en we gaan zeer concreet werken rond een aantal thema's, toerisme, cultuur, mobiliteit, sociaal-economisch en ook veiligheid, die toch wel zeer belangrijk is. Gaan we proberen een aantal resultaten te boeken binnen 6 maanden. En de bedoeling is eigenlijk om samen te werken tussen de lokale besturen van deze twee regio's. Het was een eerste maal. Het was een eerste maal dat dat gebeurt tussen beide regio's. Ook al waren er vroeger al contacten, maar nu is het echt gestructureerd tussen de twee liberale partijen uit de twee regio's. En is het de bedoeling om echt concrete resultaten te boeken. We hebben een termijn gesteld van 6 maanden, waarbinnen bepaalde zaken moeten kunnen mogelijk zijn.